Ja, in het laatste kwartaal zie je vaak veel overnames in de financiële markten, beursnoteringen die verdwijnen. En dat hebben we ook op beursplein 5 gezien en ik verwacht ook in de komende maanden nog wel wat vuurwerk bij de financials in Nederland. Nou, het is al bekend dat Robeco Groep overgenomen gaat worden. Rabobank heeft al begin dit jaar in de etalage gezet. Ik denk dat we daar in de eindfase zijn. Dat we binnenkort kunnen horen dat bijvoorbeeld een private equity provider als CVC Capital Partners wordt genoemd. Dat die Robeco Groep gaat kopen. De prijs die eraan hangt, die varieert zo tussen de 2,1 en 2,4 miljard euro. Een andere partij die wordt genoemd is natuurlijk SNS Reaal Groep. Zij hebben onlangs gezegd dat ze toch wat activiteiten willen afstoten om de bank te kunnen versterken en ook de vastgoedtak te kunnen financieren. Want daar zijn natuurlijk hoe langer meer probleemgevallen en in de markt zingt het verhaal toch dat SNS Reaal Groep, de Reaal Groep met Zwitserleven, dat die zou kunnen worden verkocht en dat een opbrengst zou kunnen genereren van 1,4, 1,5 miljard. Ongeveer 7 keer de winst en ongeveer 50% van de boekwaarde. En dat zou SNS aardig uit de problemen kunnen helpen. Dan kunnen ze de staatssteun aflossen met boete. Ze kunnen de holding die negatief eigen vermogen heeft terugdraaien. En ze kunnen wat extra geld stoppen in de vastgoedportefeuille. Partijen die worden genoemd zijn onder andere ASR. Een ander verhaal wat in de markt loopt is Van Lanschot. Die had teleurstellende eerste halfjaarscijfers. Heeft met name te maken met de toename van kredietvoorzieningen. Ook de veilig geachte gezondheidszorgfinanciering is minder veilig dan we allemaal dachten. Daarnaast zijn ook de IT-systemen nog lang niet op orde. En ja, gaat ook veel personeel uit. 10 tot 15% van het personeelbestand wordt gereduceerd. Ook is er onlangs een nieuwe CEO benoemd. Dat heeft nogal wat voet in aarde gehad. Het heeft vrij lang geduurd voordat de naam bekend werd. En de man heeft intekengeld gekregen. Positief is bij Van Lanschot dat de ratio's op zich goed zijn. Ze hebben goede solvabiliteitsratio's en goede fundingratio's. Dat is positief. Ook is de koers, de waarde is natuurlijk relatief laag. De aandelen staan op 16 euro. Dat is een marktwaarde van 650 miljoen. En de boekwaarde van het aandeel Van Lanschot is ongeveer 36 euro waard. Dus staat zwaar onder druk, de koers. Nou, ik denk dat Van Lanschot, dat sinds 1999 op de beurs staat, wel eens van de beurs zou kunnen verdwijnen. Dat het overgenomen zou kunnen worden. Dan kan je denken aan vele partijen. Ik denk niet de vier grote Nederlandse banken. Die hebben al genoeg problemen aan hun hoofd, om zo maar te zeggen. Dus dan ga je denken aan welke partijen zijn dan nog meer interessant. Er zijn twee buitenlandse partijen in Nederland die al flinke posities hebben hier. De Deutsche Bank en BNP Paribas. Dus die zouden dan Van Lanschot kunnen inlijven. Maar er zijn ook aan andere mogelijkheden te denken. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan Deltaloid en NIBC. Deltaloid heeft al 30% van de aandelen in Van Lanschot. Maar Deltaloid heeft gezegd, dit is geen strategisch belang en we willen helemaal geen private bank activiteiten ontwikkelen. Dus Deltaloid wil er eigenlijk wel vanaf. Een andere partij die is genoemd is NIBC. Dat is ook heel frappant. In deze is de rol van Niek Hoek van Deltaloid. Die is daar CEO, maar ook commissaris bij NIBC. Hij wil dus wel van de aandelen af. NIBC wil meer een normale bank worden met spaargeld, met normale kredietverlening, funding. Heeft ook al spaarrekeningen in Nederland, Duitsland en België. En Van Lanschot is dan de kans om meer een normale bank te worden. Echter, daar spelen een aantal factoren een rol. Wil de eigenaar van NIBC, dat is de heer J.C. Flowers, een private equity club in Amerika, wil die wel Van Lanschot kopen? Wil die niet eigenlijk van zijn eigen belang af? Dat is een punt wat speelt. Het tweede is wat speelt de rol van Kempen. Kempen is hoe langer hoe belangrijker geworden bij Van Lanschot in asset management. Totaal heeft Van Lanschot al 40 miljard onder beheer, waarvan hoe langer meer loopt via Kempen. En wil Kempen straks wel mee als Van Lanschot onder de NIBC-vlag zou gaan. En dan is nog de vraag, moet je de beursnotering in stand houden? Wil NIBC beursgenoteerd worden of juist niet? En verdwijnt de notering? Kortom, en wat is dan de koers? Want 16 euro is laag, maar goed, de rendementen zijn ook laag. Kortom, genoeg problemen om die de komende half jaar getackeld moeten worden. En ik verwacht ook dat de nieuwe CEO, Karl Kuha, misschien nog wat extra afboekingen doet. U weet, elke CEO
kijkt weer opnieuw naar cijfers en nieuwe bezems vegen schoon. Dus dat zou me nog niet eens verbazen als de jaarcijfers 2012 van Van Lanschot kunnen tegenvallen.